proberen het stadion stil te krijgen. Dat was de bedoeling, maar dat lukte niet, Henk. Nee, ik vond dat we goed begonnen de eerste 5 minuten. En dan in die 5e, 6e minuut krijgen we een zware blessure. Leon Bergsma. Ja, Leon Bergsma. Kijk, ik weet dat het niet de allersnelste is. Maar het is wel een van de slimsten. En die gewoon bij ons de zaken regelt in het veld. Hè. En dan van achter naar voren. En dan met Daniel. En dan naar voren naar de spitsen. Ja, en dat die uitvalt, dat is echt zonde. Want de start was nogmaals eens goed. En zoals we spelen, moet je doorstappen op een Valente. Ja, dat kregen we daarna niet voor elkaar. Toen moesten we nog een keer wisselen met Hamstring van Seko Silla. Dus die is eerst ook weg. Maar ja, toen kregen we wel weer wat meer balans. We hebben maar gezorgd, nou ja, blijf tot aan de rust. Blijf erbij, in ieder geval bij die 2-0. En dan kunnen we even met het bord, want het moet heel duidelijk. Hè, maar dat is ook logisch, want het is allemaal jong. Ja. En toen hadden we het keurig voor elkaar, tweede helft, vind ik. Ja, toen halverwege de eerste helft was er ook nog een sprint van Van Os richting jou. Die had volgens mij niet helemaal in de gaten wat er nog allemaal moest gebeuren. Nee, maar Van Os was keurig. Dat was hartstikke goed. Die kwam even met een oplossing voor iets. En dat vind ik mooi, hè? Ja, nee, dat was hartstikke goed. Dat was hartstikke goed van hem. Dus ik heb hem ook complimenten voor gegeven. Hè. Nee, die keeper was goed. Die kan hier verder niks aan doen. Dus heel goed. Maar ja, we verliezen wel van een veel betere ploeg. We hebben een goede ploeg. Maar qua... zij zijn veel verder dan ons. Hè. Maar ja, dat wisten wij vooraf. Miel Smit, 3-0. Wat moeten we ermee? Snel vergeten en weer door. Ja, want hier viel niet veel te halen. Nee, ze waren gewoon een stapje verder dan wij waren, ja. Als je kijkt naar de eerste helft, dan in de eerste fase heb ik het idee dat jullie worden overlopen. Ja, we creëren inderdaad heel weinig. Ze hadden veel de bal. En dan krijg je weer een goal tegen uit de standaard situatie. Ja, als je die er probeert kan halen... Dan kan je er misschien nog een leuke wedstrijd van maken. Alleen nu maakt ze ook vlak voor rust nog 2-0. Ja. Zit je ook nog met twee mensen die noodgedwongen het veld af moeten? Is dat nog een grote streep door de rekening? Ja, tuurlijk. Leon valt vroeg in de wedstrijd uit. Dus het belangrijkste is ook hoe het met die jongens gaat. Dan is de wedstrijd even vergeten natuurlijk. Dus dat is gewoon het belangrijkste nu. Ja, hoe is dat voor jezelf? Je loopt je een slag in de ronde, maar je kunt er ook niet veel aan veranderen. Ja, wij doen gewoon allemaal ons best. En we zitten nu gewoon even niet in de fase dat het allemaal lukt. En is niet erg, we hebben een jonge ploeg. Het is al vaak gezegd, dat weet ik. Dit zijn gewoon momenten om van te leren. En... Ja, in de loop van de eerste helft wordt het systeem veranderd. Je gaat in plaats van met 5 met 4 verdedigers spelen. Dat betekent ook dat de bal iets meer in de richting van jou gaat. Denk je dan, beter zo? Ja, natuurlijk wil je graag de bal hebben, ja zeker. Ja, ook in dat andere systeem? Je hoopt natuurlijk dat plan A werkt. Maar als dat niet werkt, is het wel lekker dat je kan switchen naar een ander systeem. Voor mij maakt het in principe niet heel veel uit, nee. Bij de helft lijkt nog wel een kantelpuntje te krijgen als er een rode kaart valt voor Groningen. Ja, ik had liever een goal gehad. Ja. Kijk, als je een goal krijgt, ook 11 tegen 11, dan krijg je echt die swing erin. Hè. En nu blijft het eigenlijk bij net niet en dan gaat die ballen naast. Ja, en dan kunnen zij het ook verdedigend zetten met één man voorop. Ja, dan weet je dat het ook lastig wordt. Hè. En op het moment dat wij echt helemaal met buitenkanten gaan spelen en alles of niets gaan spelen. Ja, het eerste balletje. Ja, dan heb je ook nog 2 keer gewisseld, alles of niets. Ja, alles of niets. Hè. Dat moet ook. Maar het eerste balletje krijgt Wiebe verkeerd op zijn poten. En dan is krijg je hem gelukkig op een voet. En dan gaat hij binnen. Dit is wat het is. Nou, dit is waar wij nu in zitten. En we missen al een heleboel. Hè. Ook met Anello en met Mikey Breij Ja, er was Floris Mann bijgekomen en er was Matthias Natti bijgekomen, maar er komen nu meer bij. Ja, dus we spelen straks met onder 21 de rest van de competitie. De tweede helft zag er wel een stuk beter uit. Ja, inderdaad, we hebben denk ik karakter getoond. Het had ook helemaal de andere kant kunnen vallen dat we nog 3-4 tegengoals kregen. Alleen, we hebben ons denk ik tweede helft knap staande gehouden. Wel helaas nog een tegengoal, ongelukkig momentje, maar ja. Ja, komt nog een rode kaart, denk je dan van, daar gaan we? Ja, als die vrije bal misschien erin gaat, dan zeker. We voor de rest ook met een man meer weinig gecreëerd. Ja, eigenlijk is het zo'n wedstrijd waarvan je in afloop moet zeggen, wat moet je ervan zeggen? Ja, klopt inderdaad dat ik zeg, snel vergeten en weer door. Ja, weer door met nog maar 3 potjes, waaronder het laatste potje aan het Cambuurplein. Doet jou dat wat? Ja, tuurlijk. Bij deze club in dit stadion heb ik mijn debuut gemaakt, mijn eerste goal gemaakt, dit seizoen gedraaid. Dus tuurlijk, ik heb veel herinneringen aan dit stadion inderdaad. Ja. Maar
Maar toch ook wel mooi, denk ik, als je ziet waar je komt te voetballen. Ja, ik ben er toevallig afgelopen week geweest. Ja, het begint nu echt ergens op te lijken, ja, zeker. Ja, dat is voor mij nu lastig om daarover te praten. Wij moeten nu eerst nog twee wedstrijden spelen. He, maar natuurlijk weet ik dat het uniek wordt, he, en dat het onze laatste wedstrijd wordt. Alleen ik ben daar nu nog niet mee bezig. Ik wil wel iedereen helpen die daar al mee bezig is, maar dan rondom. Maar niet nu na een wedstrijd. Het gaat nu om herstellen en zien wat we overhouden en volgende week spelen. Maar die laatste wedstrijd, dat moet ook de laatste zijn. Want dan moeten we in augustus over naar het nieuwe stadion.